De laatste jaren komt het steeds vaker voor. Agressie tegen hulpverleners. Ambulancepersoneel, EHBO'ers, politie en brandweer. Hulpverleners die eerste hulp toepassen worden de laatste tijd steeds vaker zelf slachtoffer. Politie Oost en Brandweer IJsseland hebben daarom samen de oefening Stappen in Kampen opgezet om de samenwerking tussen politie, brandweer en GGD te bevorderen. Vooral de agressie bij betrokkenen en toeschouwers heeft daarbij de grootst mogelijke aandacht. Ja, Stappen in Kampen is eigenlijk een initiatief vanaf de politie Oost en de brandweer IJsseland om eigenlijk de samenwerking te bevorderen tussen politie en brandweer. Maar ook het stukje agressiviteitsspel een beetje kenbaar te maken. Kijk, wij trainen als brandweer niet zo heel veel met agressie. En dat doen we op deze manier wel eigenlijk in deze oefening. Jammer genoeg komt het vaak voor. Ja, helaas komt het voor, maar daarom willen we graag voorbereid zijn. De binnenstad van Kampen, is dat voor de brandweer Kampen een, laten we zeggen, zorgend kindje? Alles staat dicht op elkaar, houten huizen, je kan er moeilijk bij met de auto's. Nee, wij hebben een hele diverse binnenstad, een moeilijke binnenstad. Maar wij trainen daar ook wel op ons risicogebied. Dus eigenlijk, dit is ook weer een onderdeel van dat risicogebied en daarom trainen wij er ook op. Hoe spannend is dit voor jullie vanavond, die oefening? Nou, eigenlijk wel spannend, want niemand weet wat. De bedoeling is dat de brandweereenheden het niet weten en de politieeenheden weten ook niet wat ze gaan doen. Thank you.
mooi dat je gewoon een beetje kunt oefenen en zo. En, toch leuk met de jongens.